Een hele belangrijke dag, in ieder geval voor iedereen die Fries spreekt. Ja, ik hoor niet bij die groep, maar er zijn genoeg mensen die Fries spreken in ons land. En het Europees Parlement stemt vandaag over minderheidstalen, het beschermen daarvan. En daar hoort het Fries dus ook bij. En nou, op één stem kan alvast gerekend worden. Dat is de stem van Europarlementariër Jan Huytema. Want Frieser dan hij, vind je ze niet. Joet, stemmen wij in het Europees Parlement over het beschermen van minderheidstalen, lik als het Fries. En het belang van uw culturele verskaat. Ik ben Benne en opgroeid in Friesland en ben grutsch op mijn provincie. De Friese taal en cultuur jeet bij mijn identiteit. In Europa willen meer dan 60 minderheidstalen sprutsen en identificeren 50 miljoen mensen hen met een culturele minderheid. Dat is om en nabij de 10% van de Europese bevolking. Het is een rijkdom aan cultuur, daar moeten wij grutsch op wijzen. Die moeten wij koesteren. Daarom hoop ik dat dit rapport Joet maar brede stiepen onnummer wordt in het Europees Parlement. Mijn stem krijgt het in ieder geval. Nou, laten we hopen dat het lukt. Dan heb ik nog het weer voor.